Dit is mijn eendagse vondag. Ja, ja, je moet het niet in beeld weten, want dat is ook niet goed, ja. Hier, dit is mijn eendagse kik. En door naar een groene rennetje ervoor, daar komen ze binnen. Hier zit mijn eendagse vondag. Nou, je bent hier bij Tieners Deuring in Gansels de Nijveen op de Baptistenkade 12. Maar Luusen, wij hebben duifjes, dat weet je. Dus, en dat doe ik samen met mijn vrouw. En die is mijn assistente daarin. Dus, en daarom doe ik het ook nou, redelijk goed. Nou, de laatste 3 jaar ben de prestaties omhoog gaan. Dat kun je wel nagaan. Ik ben afgelopen jaar 3e generaal, de jaar ervoor 2e generaal en de jaar ervoor ook 2e generaal. Dus 3 jaar achter elkaar bij de eerste 3 generalen. Dat denk ik dat dat goede prestaties bent. Kijk, en hier heb ik nog meer kwekers zitten aan deze kant. Dat kun je ook zo binnenkomen. Nou, hier zit de 161 keer de 272. Daar kom je in 176 uur, daar komt eerst de NPO uit. Dat is de 903, dat is van de combinatie Lin uit Rijnzaterswoude. Dat was de 59 komt eruit. En die was 6e snelheidsdoof van afdeling 10. En de 69 was 4e aasduif in 2019 van afdeling 10. Kom eens hier. Rustig. Ik rouw veel doen met jongens in de vereniging ook wel. Ik heb met Kees Annie Groenereld, met Jan Papkes, met Peter Raak. In Houten kwam ik Poortvliet tegen. Die was gewoon een poker tegenkomen op politiebedrijf van Eendagse Fondspiegel. Nou, en dat klikte schijnbaar op een of andere manier. Nee, ik heb toen BMW en toen hebben we 4 duifjes eruit. Eén van is de 160. Nou, die is verleden jaar was het eerste doefkampioen bij de Fondclub. Nou is weer de eerste doefkampioen bij de Fondclub. Derde doefkampioen bij ons in afdeling op de Eendagse Fond. Hey, dit is de 160. Die staat 3e genomineerd voor de Olympiade, Janus. Dus, die gaat naar Roemenië toe, deze. Maar ik denk niet dat ik dat niet heb, want dan komt mijn mooie sport, de jonge doevensport, die ben ik dan druk aan het voorbereiden. Ja, daar heb ik tijd voor nodig, dus daar ga ik er niet in. Voordat ik de jonge doeven opleer, heb ik ze al 0 of 4, 6 hier thuis in de mand overnachten laten. En vreten in de mand, wortelen bakjes eraan. Dit is de zoon van 160, ook een prachtige doef. Als jonge doef goed vlogen, op de eendagse vond hij er 4 man met west en 3 man mooi op tijd west. Dus, Ik heb Jordan heb ik voeden doen per lepel en dat schreef ik op. 2 of 3 jaar achter mijn koor. Ik zei iedere dag opschrijven hoeveel doem dat je hebt. En daar heb ik busjes voor ontwikkeld. Ik heb asperische blikken, ja, daar gaat 10 lepels in. Ik heb een knakworstenblikje, daar gaat 15 lepels vol in. Een soepblik gaat 30 lepels vol in. Dat is precies, dat past precies. Ze krijgen altijd hetzelfde rantsoen. Het ligt ook, geef niks wat voor soorten van vreten. Maar als ze licht vreten, hebben ze niet veel te doen. Ze krijgen altijd de laatste 5 voerbeurten voordat ze inkeuren voor een jaar, krijgen ze zwaar vreten. Ik geef ze nooit nog een beetje paddy. Paddy? Paddy. Dat is riest. Dus dat, als ze dan niet zat zijn, ja, als ik ze te weinig zou geven met hun rantsoen, dan kunnen ze hun paddy kunnen ze nog een beetje het laatste nog opbrengen. Ik wou dat ik kon zweven. Bij de winterdag dan kunnen we de teugel wel een beetje vieren laten, maar bij de zomerdag moet je ook nog even in de voetbal kijken, gewoon bij de zomerdag als de voetbal is. Maar ja, 4:15 dan zeg ik tegen mijn secretaresse, maar luister, we gaan er van deur, we gaan om 4 uur de mannen doen op zondagsmiddag. Ja, je moet 7 dagen in de week moet je present weten voor die doem, dat is niet anders dus.